Nou Chris, laat je je zomaar commanderen door die cameraman tegen de wand aan? Ja, dat doet hij altijd. Dus ja, ik ben niet anders gewend van hem. Je kent hem al jaren blijkbaar. Heel lang al, ja. Te lang. Ja, hoe is het met Chris? Ja, goed. Ik klaag niet in ieder geval. Nee. Op internet, Facebook ben je altijd positief. Heel blij met je vrouw, met je kind. Ja, nou ja, weet je, dat is het belangrijkste, Gert. Daar doen we het voor en daar werk ik voor. Dus dat is allemaal positief en dat gaat hartstikke goed. Wat betekent Facebook voor jou dan? Nou, Facebook is voor mij wel een platform waar toch wel veel gebeurt nog steeds. Ik bedoel, er is een tijdje geweest dat ik dacht van, ik weet niet hoor. Facebook allemaal, en dat moet je allemaal maar bijhouden. Maar toch is het leuk en er komt toch wel veel. Ja, komt redelijk veel werk uit eigenlijk wel. Dus dat is best wel een belangrijk platform. Maar ja, dat is met jullie net zo. Ik bedoel, het is belangrijk voor de artiesten zoals wij hier om je toch te promoten. Maar dat vind ik ook leuk om te horen, maar daar doen we het eigenlijk voor. Het is niet alleen voor de bekende artiesten, maar ook voor de artiesten die minder bekend zijn, maar toch veel voor de muziek doen. Klopt. Maar weet je, dat is het mooiste van dit. Hier wordt gewoon heel veel aandacht aan besteed. Hè. En het is al sowieso al moeilijk om als Nederlandstalig artiest gewoon overal maar... Want je wordt nu overal gedraaid. En ik ben blij dat Radio NL en Continu en nou, noem het maar op, daar gedraaid wordt. Hoe is dat? Maar je staat hier nu bij de Waterloos Show in Groningen. Iedereen die lacht je uit tegenwoordig. Er staat iemand achter jou met een worst. Ja, de catering is hier goed voor elkaar. Ja, nou, dat sowieso. Maar welke liedjes ga je zingen? De laatste twee. Hille, kijk dan. Maar de laatste twee. Het geluk lacht ons toe en 100.000 stukken. Veel succes. Dankjewel, Gerrit.